Voorzitter, de willekeur regeert. Want dat is de enige conclusie die we kunnen trekken over het coronabeleid van dit kabinet. De besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames blijven aanhoudend hoog, maar toch wordt er versoepeld. De avondklok zou als eerste maatregel weer worden ingetrokken en die wordt weer juist doorgezet. De massagesalons gaan open, maar de universiteiten en de hogescholen blijven helemaal dicht. Experts waarschuwen dat de strategie van het kabinet niet te volgen is en dat is ernstig, het draagvlak daardoor afneemt. Er is geen plan en geen perspectief. Hoe dan wel? Ten eerste, vaccineren, vaccineren, vaccineren. Als je sommigen mag geloven, moeten we nu blij zijn dat we eerst, terwijl we helemaal achteraan zaten, nu ineens de middenmoot zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal onvoldoende. Het gaat gewoon veel te traag en wordt er nu echt alles aan gedaan om elk vaccin te prikken. Protocollen voor spillage, of hoe je het wil zeggen, in ieder geval iets wat al weken geleden geregeld had moeten worden, daar wordt nu nog steeds aan gewerkt. Hoe kan dat? Twee, volg een navolgbare strategie. Eerlijk zijn over wat wel kan en wat niet kan. Presenteer alleen maar een routekaart als die routekaart ook gevolgd gaat worden. Doe geen beloftes over het versoepelen van maatregelen als die niet worden nagekomen. Maak ons allemaal deelgenoot van de afwegingen die gemaakt worden qua gezondheid, qua economie en qua welzijn. Ten derde, kies voor het onderwijs. Er moet nu echt perspectief komen voor studenten die al heel lang geen fysiek onderwijs hebben gehad. Zorg voor alternatieve locaties waar op een veilige manier fysiek onderwijs gegeven kan worden. Help scholen, help universiteiten daarbij. Investeer in extra hygiëne, ventilatiemaatregelen in bestaande gebouwen. En waarom is dat eigenlijk al niet veel eerder gedaan? Ten vierde, bereid Nederland voor op de tijd die komen gaat. Het wordt lente, de parken zitten vol en het kabinet mag zich daardoor niet laten verrassen. Of straks ons allemaal de mensen weer schuld te geven als we naar buiten gaan en op muurtjes gaan zitten. Bedenk nu hoe we die fase ingaan. Welke mogelijkheden zijn er met terrassen, sport en recreatie? En laat gemeenten daar nu plannen voor maken. Ten vijfde, een sociaal herstelplan voor Nederland. Er is echt geen tijd te verliezen. De lange termijn effecten van corona zijn gigantisch. Tegenstellingen worden groter, ongelijkheid neemt toe. Dat terwijl het virus ook nog wel even onder ons zal zijn. Dus breek het preventieakkoord open om nu eindelijk echt fors te investeren in gezonder leven met voeding en beweging. Kom met een plan van aanpak om de coronaschulden aan te pakken, juist ook voor ondernemers. Ga actief op zoek naar mensen die hulp nodig hebben en die zelf de weg niet weten. Regel hulp bij inkomensverlies, investeer in werkgelegenheid. Er is heel veel mogelijk. Het is een kwestie van doen, kom in actie. Voorzitter, we zitten in een cruciale fase, want we leven nog met corona, maar we willen ook zo graag naar een leven zonder corona. En we willen dat dat leven zonder corona en na corona voor ons allemaal een leven is met vrijheid, met gelijke kansen. Maar bij dit kabinet regeert de willekeur en het moet echt anders. Er moeten heldere keuzes worden gemaakt. Dank u wel. Dank u wel.